Universiteit van Nederland. Heb je wel eens voor de rechter gestaan, Olivier? Nee. Toch nooit? Nee. Wat saai. Jij? Nee, ik eigenlijk ook niet. Jee, dat zijn we saai zitten. Ongelooflijk. <laughs> ja. Kunnen we dan wel iets doen met deze uitzending? Ik ben heel benieuwd. Als jij een burger bent, dan krijg je deze boete. Als je geen burger bent, dan krijg je zweepslagen. Helemaal naar is natuurlijk als je voor de beesten geworpen ja. wordt. Al deze straffen zijn niet gericht op het herintegreren van mensen in de samenleving, maar op straffen. Goed dat je weer luistert naar Rare Jongens. Ik ben Marijn Dogge en tegenover mij zit historicus en hoogleraar Oude Geschiedenis, Olivier Hekster. Hallo, hallo. We gaan rechts spreken vandaag. Hè? We gaan het over rechtspraak hebben. Oké. Okay. In deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland bekijken we onze tijd door de Bril van de Romeinen. En deze keer gaan we het hebben over rechters, strafrecht, straffen. Ja, in Nederland is er een groot probleem met het strafrecht. Hè? In ieder geval een uh, probleem met toegang daartoe. toch? Ja, precies. En drukte. En uh, we komen er niet allemaal niet aan toe. Daarover straks allemaal meer. Maar dan met de Romeinse blik erop natuurlijk. We hebben ook een nieuwe rubriek. Vorige week heb je dat keurig afgehandeld. Met dat slaapprobleem volgens mij. In helpdesk Rome Olivier. Ik hoop dat je dit. Ja, Ik persoonlijk... kan Johan nog vragen. Wie nu beter slaapt. Misschien kan hij een reactie achterlaten. Dat is toch leuk. Ja, had hij nog niet gedaan namelijk. Dus ik hoop dat je dit persoonlijke probleem ook kan oplossen. Namelijk het probleem van Peter Osterlo. Ja, Peter Osterloo wil weten hoe de Romeinen omgingen met afstand tot vrienden en familie... als ze voor een functie naar het buitenland moesten. Nou gingen Romeinen niet naar een buitenland, maar ze gingen wel heel ver weg van hun huis. Dus daar kunnen we wel wat mee. Oké, okay, hoog tijd om te beginnen. Het Nederlandse rechtssysteem staat al jaren onder druk. Rechters hebben te weinig tijd om goed te vonnissen. Het Openbaar Ministerie behandelt noodgedwongen niet alle zaken vanwege een tekort aan personeel. En de meest kwetsbare Nederlanders die hulp nodig hebben bij de gang naar de rechter, daarvoor dreigt een tekort aan sociaal advocaten. Kortom, ons rechtssysteem werkt nog wel, maar het piept en het kraakt. Maar het rechtssysteem wat wij gebruiken is wel gebaseerd op dat van de Romeinen, heb ik begrepen. Klopt dat Olivier? Uh, ja en nee, zegt de historicus altijd. We hebben wetten in Nederland, maar zeker ook in Engeland, zijn nog steeds sterk gebaseerd op Romeinse wetsystemen. Dus de manier waarop wetten zijn uitgeschreven. De scheiding tussen privaatrecht en strafrecht. Ja. Dus heel Romeins. Dus het, het recht feit... tussen, tussen bedrijven, burgers onderling en eigenlijk de, de misdadigers. Dus, precies. Strafrecht. Het feit dat wetten voorspelbaar moeten zijn. Dus dat je weet waar je aan toe bent. Dat ze zijn uitgeschreven. Dat iedereen ze kan lezen of kan horen en kan zien. En dat ze gepubliceerd worden. En dat je weet wat strafbaar is. Dat is heel erg vergelijkbaar met wat de Romeinen hadden. Vanaf het begin. Daarbij is wel belangrijk dat een van de dingen die wij normaal vinden. Namelijk dat iedereen gelijk is voor de wet. Voor de Romeinen niet goed. Verrassend. Dus de wetten voor vrouwen zijn anders dan de wetten voor mannen. En de wetten voor burgers zijn echt heel anders dan de wetten voor niet-burgers. Voorspelbaar, heel duidelijk, maar niet iets wat wij als rechtvaardig zien. En dat is volkomen normaal. Er is dus bijvoorbeeld uit Herculaneum een mooie wet die wordt neergezet, waarom wordt gezegd: als jij troep in het aquaduct dumpt. Nou, dat mag niet. Wat leuk dat ze daar al wetgeving over hebben. Nou, dat hadden. lijkt me heel sterk, want als zo'n aquaduct vervuild wordt, is dat echt heel vervelend. Dat mag niet. Dus als jij daar ergens in de buurt van de watertoren je ontlast of dierenresten erin dumpt. Als jij een burger bent, dan krijg je deze boete. Als je geen burger bent, dan krijg je zweepslagen. Andere straffen. Ja. Maar het is wel duidelijk dat er andere straffen zijn. Dus het hele Romeinse wetsysteem gaat ervan uit. dat je weet waar je aan toe bent. Dus die voorspelbaarheid is ontzettend belangrijk. En voor elke groepering is het zo. dat de wetten evenzeer van toepassing zijn. maar dat verschillende groeperingen verschillende wetten hebben. Dat is volkomen normaal. En een hele belangrijke voor Rome was. of je een Romeins burger was of niet. Dus waar wij zeggen. het is echt ondenkbaar dat we discrimineren. en tweederangs burgers. Andere rechten geven, was dat voor de Romeinen volkomen normaal en geaccepteerd. En betekende dat dan ook dat die niet-Romeinse burger eigenlijk zo'n Romeinse burger nooit voor de rechter kon dagen? Het was vaak een heel slecht idee. Okay. En uh, er zit, zoals heel vaak, een ontwikkeling in tijd. Um, hele grote problemen in de Romeinse Republiek, dus dat is de periode voor we de keizers krijgen. Dan krijg je een enorme uitbreiding van het Romeinse Rijk. En dan gaan die Romeinen, die Romeinse burgers zich ontzettend misdragen in die nieuwe provincie. Die gaan daar veel te hoge belastingen heffen. Die gaan daar mensen ook echt misbruiken. Ook lichamelijk straffen. En op een gegeven moment komen die mensen in de provincie bijna in opstand, omdat ze geen enkele mogelijkheid hebben om iets tegen die Romeinse burgers te doen. Nou, klinkt niet heel gek dit. Nee, nee, en dan is de eerste oplossing dat er een juridische maatregel genomen wordt... en dat ze wel aan te klagen zijn in de stad Rome. Maar ja, als jij niet genoeg geld hebt... kom maar naar die stad Rome om de mensen aan te klagen. En wie zitten er nu eigenlijk in de jury? Dat zijn dan allemaal Romeinse burgers die zeggen... no, 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 één keer raden wie wij denken dat gelijk heeft. Dus je ziet wel dat daar het een en ander in ontwikkelt. Tweede grote verandering is heel erg veel later. Als we in de derde eeuw na Christus komen... dan worden alle vrije inwoners van het Romeinse Rijk... Romeins burger, ja. En dan zou je zeggen, Top. dat is mooi. Ja. Vanaf dat moment heeft iedereen gelijke rechten. En dan zien we een kleine verschuiving dat we een verschil krijgen tussen de mensen die we de honestiores noemen, de eervolle burgers, en de humiliores, de zeg maar arme mensen die geen functies uh, kregen. En die humiliores krijgen dan allemaal minder rechten dan de honestiores. Dus het belang dat er een verschil is. In de rechten die mensen hebben, dat is iets wat echt onderdeel is van de manier waarop Romeinen over rechtvaardigheid denken. Oh ja. En was dat dan een systeem wat iedereen wel soort van accepteerde als dit is eerlijk? Of had je het gewoon te accepteren? Dit was normaal. Dit, ja, dus dat, dat vrouwen minder rechten hadden, was absoluut onderdeel van het Romeinse denken over rechtvaardigheid. En Romeinse burgers hadden het daar dan weer. Gunstigere constructies dan niet-burgers. Dus uh, onder Romeins recht kon een vrouw, daar hebben we het bij de aflevering over vrouwenrecht op een gegeven moment over gehad, zonder voogd zelf handelen als ze genoeg kinderen gekregen had. Dat gold voor niet-Romeinen niet. Dus op het moment dat er de mogelijkheid komt om Romeins burgerrecht te krijgen, zie je dat bijvoorbeeld in Egypte heel veel vrouwen heel snel Romeins burgerrecht krijgen, omdat die Romeinse vrouwen betere rechten hebben dan niet-Romeinse Egyptische vrouwen. Het was dus allemaal niet helemaal, heel, helemaal echt eerlijk. Maar het systeem was in ieder geval heel duidelijk. als je naar de rechter stapte ook recht op een advocaat dan bijvoorbeeld? Zoals je dat in Nederland nu ook hebt. Nee, je had geen recht op een advocaat. Je had wel recht om te spreken. Dat mocht iedereen in principe? In principe wel. zit opnieuw weer een verschil in het type, yeah. type zaken waar jij het over hebt en wie je bent. Dus verschil tussen strafrecht en privaatrecht is, is belangrijk hierin. En als jij een slaafgemaakte was, had je natuurlijk weer helemaal geen recht. Dus we zitten weer, weer in verschillende situaties. Dus als bijvoorbeeld een Romeinse burger vermoord werd, dan was het normaal dat al zijn slaafgemaakte gemarteld werden om zeker te zijn dat niemand van hem hem gedood had. En ze mochten zelfs allemaal doodgemaakt hadden. Die mensen hadden geen recht op een advocaat. Dat was deel van het wetsysteem. Dat is niet eerlijk. Ze wisten wel waar ze aan toe waren. Maakt het niet leuker. Uh, Hele arme mensen konden natuurlijk geen advocaat betalen, nee. konden ook niet gaan praten. Dus we, opnieuw zit je echt in een klassensysteem. Maar het idee dat je kon praten en dat je retorisch je positie kon verdedigen. en dat daar dan een rechtvaardige uitspraak uit kwam, was heel belangrijk voor de Romeinen. En heel veel teksten die we hebben van die hogere klasse zijn juridische teksten. Cicero al Oneindig vaak genoemd, was vooral een strafpleiter die bekend stond om zijn zilveren tong. En dan zijn er prachtige speeches waarin hij zijn tegenstanders echt vernietigend ten overstaan van zo'n jury beschrijft. om te zorgen dat ze veroordeeld of juist niet veroordeeld worden. Dus is, niet iedereen heeft recht op een advocaat. Die waren zeker al wild, niet. Trouwens. Er waren zeker Advo professionele advocaten ja. en die werden ook goed betaald. En het was een voordeel om een goede advocaat te hebben. Je wilde Cicero echt aan je kant hebben, want dan was de kans dat je niet veroordeeld werd een heel stuk groter. Dus een advocaat was belangrijk. Wie er in de jury zat, was natuurlijk ook belangrijk. In Nederland duurt het nou, bijna oneindig lang voordat een rechtszaak eindelijk voorkomt en voordat je een uitspraak hebt, bijvoorbeeld. Hoe zat het in Rome? Waar is het daar een beetje van het aanpakken? Een groot verschil tussen de stad Rome en de provincies. Dus als je in de provincies zat kon het best een tijd duren. Want was uiteindelijk de gouverneur vaak degene die uitspraken deed? Dat was de rechter die echte beslissingen kon nemen. Nou, die reisde door een gebied rond. Dus dan kon je best een tijdje wachten. in een gevangenis zitten te wachten. En dat was ook de enige functie die gevangenissen in het Romeinse Rijk hadden. Dat was niet een straf, okay. maar dat was een tijd waar je bewaard werd tot je gestraft werd. Dus het ging een heel, een heel stuk sneller omdat er iemand een uitspraak doet... En dan ben je klaar. Dan hoef je niet te kijken waar je ze in de gevangenis neerzet. Want die was er niet. Er waren eigenlijk twee typen straffen die je kon krijgen. En dat de, maakt de eeuwen volgens mij uit films? Dat kan, dat is de doodstraf. Dus okay. één categorie ja. straffen is doodstraf. En daar hebben we een hele reeks gradaties voor. En andere ge, de andere categorie is taakstraf. Dus als je die twee categorieën hebt, kan je dat vrij snel doorvoeren. En taakstraf had je er ook weer verschillende varianten in. Je kon geld Boetes krijgen, een vorm van taakstraf. Je moest heel veel geld geven. Nou, dat vreemd genoeg, voornamelijk voor de rijkere mensen. Goh. Je kon uh, een soort uh, dienstverlening moeten doen, uh, wc's schoonmaken, riools schoonmaken. Nou ja, dat kon ook en dat was dan tijdelijk. Waar nou, ook... werd de elite ook aan van uh, blootgesteld? Mm, de, de, heel vaak was het zo dat de elite dingen kon afkopen en dat er andere mogelijkheden waren. Taakstraffen. Als je echt pech had, werd je in de mijnen neergezet. Dus als jij in de, de metaalmijnen moest gaan werken. dan was die taakstraf eigenlijk ook wel een doodstraf. Zeker als die niet tijdelijk begrensd was. Maar dat zijn taakstraffen, lijfstraffen. En dus het, het daadwerkelijke martelen en al dat soort dingen. dat is niet de straf. Dat is een manier om te zorgen dat je informatie krijgt. Dus waar ik het had over die slaven. Ja. die gemarteld werden op het moment dat iemand stierf. dan was dat martelen niet de straf. Maar dat was een manier om te zorgen dat je de dader kon vinden. Een verhoormethode. Een verhoormethode. En opnieuw, niet alle Romeinen vonden dit altijd normaal. Dus er is een, een voorbeeld dat op een gegeven moment één senator sterft. en dat het senator zegt dat 400 slaafgemaakten daar gedood moeten worden. Nou, dan komen er echt wel opstanden in Rome. Dit gaat te ver. En die slaven zijn ook van niemand, toch? Nou, nee, want diegene is vermoord. Dat oh, was het probleem. Oh, dat was. De wijze uh, dus dat, ja, ja, nee. dit, 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 ja, okay. dan worden ze wel vererfd. Maar dat, mensen vinden dat dan toch niet echt meer normaal. Maar dat is ten tijde van Nero. En Nero vindt dat als de. Ja, de elite vindt dat dat een goed idee is. Dat dat een goed idee is. Dus die slaat dan die opstanden neer, zodat die mensen wel gedood worden. Maar dat is dus niet de straf. Nee, dat is een manier om. Dat is een onderzoeksmethode. Vreemd, het, 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 maar waar. maar waar. Ja. Ja. Dus martelen en gevangenissen zijn geen straffen. Dat zijn onderzoeksmethodes of manieren om mensen tijdelijk te houden. Die gevangenissen waren niet leuk, maar daar bleven mensen dan ook niet heel lang in zitten, behalve als je in de provincies zat. Mm -hmm. Taakstraffen, ene kant, doodstraf, de andere kant. En dan heb je ook daar weer verschillende categorieën in. En daar zie je opnieuw het verschil tussen Romeinse burgers en niet-Romeinse burgers. Heel beroemd zijn de apostelen Petrus en Paulus. Petrus die wordt uiteindelijk op zijn kop gekruisigd. Kruisig is een van de meer funeste manieren van doodstraffen in Rome. Dat is echt het laagste van het laagste. Die worden gekruisigd. En kruisig is echt... Dat krijgen bandieten over zijn de de En op zijn kop is dat nog erger, want Petrus is geen Romeins burger. Paulus, die krijgt min of meer hetzelfde verwijt: die zegt nee, 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 nee. ik heb recht om naar de keizer te gaan. Ik ben een Romeins burger. Die gaat een hoger beroep. Die gaat een hoger beroep en die wordt gewoon onthoofd. Nou, dat is toch prettiger. Dus doodstraffen, weer allerlei verschillende categorieën. En ook daar geldt dat als een van de rijkere mensen een doodstraf zou krijgen, wordt dat vaak omgezet tot verbanning. Dan ja. worden ze het zij met behoud van burgerschap, het zij met het verlies van burgerschap, weggezonden naar ergens een uh, obscuur stukje van het Romeinse rijk. Sorry, als je nu ook al vaak bij misschien afgezette dictators vindt of uh, politieke leiders van Precies. ga maar in je huis zitten, huisarrest of in een ander land. Zeker. En, ja. maar, die, maar die doodstraf was een reëel scenario en dat is ook waarom we relatief veel voorbeelden uit de Romeinse geschiedenis hebben van iemand die veroordeeld. Zou worden, waarvan duidelijk is dat hij veroordeeld gaat worden, die dan zelfmoord pleegt. Want zelfmoord betekent dus dat je niet op een gruwelijke manier ter dood gebracht wordt. En zelfmoord was ook weer gunstiger vaak voor de, mensen, voor de erven. Want op het moment dat je zelfmoord gepleegd had, werd je dan niet meer veroordeeld en werd je, je zit niet meer verbeurd verklaard. Dus dat right. waren manieren om een beetje eromheen te komen. Uh, leuk wordt het niet, voorspelbaar is het wel. Dat je weet eigenlijk al, als ik dit heb gedaan, dan wordt dit waarschijnlijk mijn straf. Ja, en dan het kruisige uh, helemaal naar is natuurlijk als je voor de beesten geworpen wordt. Daar had je het net al over. Ja, uh, de, de leeuwen. Ja, dus het is niet hetzelfde als de gladiatorengevechten. Gladiatoren die hadden best een kans om te overleven. Dat konden ook een soort rocksterren worden. Maar uh, voor de beesten geworpen, ja, dat was echt heel naar. Allernaarste straf. Is er eentje... Ja, ja. ik vind dat al behoorlijk heftig allemaal. Maar... Ja, nee, de allernaarste straf, en daarvan weten we niet of die wordt uitgevoerd, maar we weten wel dat die in ieder geval is ontworpen. <güls> dat is voor oudermoord. Dus als je je ouders vermoordt, dat is zo ondenkbaar in het Romeinse systeem. Onafhankelijk van welke status je hebt, krijg je een gruwelijke dood. En dat is dat je samen met een hond, een adder, een aap en een haan. In een leren zak wordt gebonden en dan in het water gesmeten. Zodat je op een gruwelijke <laughs> wijze leidt voor je verdrinkt. Oké. Okay. Wat dat duidelijk maakt, ja. is dat al deze straffen niet gericht zijn op het herintegreren van mensen in de samenleving, maar op straffen. Ja, nee, en dat ja. maakt ook wel een groot verschil. In het Romeinse recht is het systeem dat je weet. Waar je voor gestraft wordt en dat mensen gestraft worden. En het is dus belangrijk dat dat snel gebeurt en een afschrikwekkende functie heeft. En het hele idee dat er allerlei redenen zijn waarom je iets gedaan hebt en daarom gereïntegreerd kan worden, dat is niet de rol. En zelfs die taakstraffen zijn er niet om jou te reïntegreren. Die zijn er om jou te straffen en te zorgen dat er iets gunstigs voor de staat gebeurt. Ja, het dus is dus pure vergelding eigenlijk, die straffen. Normaal gesproken krijg je een reintegratietraject. Of als je in, je in je hoofd niet helemaal goed bent, dan is er een TBS-instelling waar je geholpen wordt. Bestond zoiets ook in het Romeinse recht? Nee. Uh... <laughs> nou, nou, nee. Je, uh, als je waanzinnig was, kon je een voogd krijgen. Maar waanzinnigheid was geen excuus voor een misdaad. Okay. Dus waanzinnig was... Een categorie waarvoor andere wetten golden. Maar je Net kreeg geen strafvermindering vrouwen, maar je en een behandeling. Geen strafvermindering. En het hele idee van het systeem is gericht op straffen en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Reïntegratiesysteem. Als jij, verrassing, verrassing, een rijke senator was. en je had iets gedaan wat niet door de beugel kon. en je was tijdelijk verbannen. was er misschien bij een volgende heerser best de mogelijkheid terug te komen. Maar dat is niet zozeer reïntegratie als wel politiek gekonkel. Hadden de slachtoffers ook nog een rol in die rechtspraak? Mochten die hun zegje doen, zoals dat ook gebruikelijk is in de Nederlandse rechtszalen tegenwoordig? Dat komt soms. Opnieuw, daar weten we het meeste van die wat grotere rechtszaken waar we ook teksten voor hebben. Dan doen ze vaak geen eigen zegje, maar worden ze wel aangehaald. Dus Cicero kan met heel veel liefde praten over zielige kinderen of over onschuldige vrouwen of over mensen die lijden door het verschrikkelijke werk wat deze. Ontzettend slechte politicus gedaan heeft. Die heel persoonlijk van. Ah, je kan je de retorica voorstellen. De tweede aflevering van onze rubriek Help Desk Rome. Ik vind het nog steeds heel lekker dat we een naam hebben binnen, Ja, mooi, hè? Ja, dat fijn. Het maakt echt verschil. Ja, uh, oplossingen. Zoeken wij voor persoonlijke problemen van de luisteraars van onze podcast. En jij hebt weer een oplossing gevonden voor uh, een probleem. Nou ja, Peter Osterloo vraagt ons: hoe gingen de Romeinen om met de afstand tot hun vrienden en familie. als ze voor een functie naar het buitenland moesten gaan? Ja. Romeinen reisden veel. Of sommige Romeinen reisden veel. En er waren best Romeinen die ook verplicht werden om veel te reizen. Soldaten gold dat bijvoorbeeld voor. Die werden door het hele Rijk heen en weer getumpt. Dat is niet echt naar het buitenland gaan, maar wel echt naar de grenzen van het Rijk. Uitgezonden. Uitgezonden worden. En we hebben een relatief kort geleden, een paar jaar geleden, is er een hele mooie papyrus gevonden van uh, iemand genaamd Aurelius Polion. Dat is een uh, soldaat die uit Egypte komt. En die wordt naar wat nu Hongarije is gestuurd. Ja. En we hebben brieven van hem gevonden. Naar zijn uh, moeder en zijn uh, broer en zus. En daar klaagt hij voor over dat al die brieven die hij schrijft nooit beantwoord worden. Dus het zijn allemaal oh. klaagbrieven. Maar brieven schrijven is dus wat Romeinen deden. Het was schrijft dus een schrijf... soort nl achtige instantie die die brieven bezorgd hadden. Nou, deze, weten we van de achterkant van die brief, is bezorgd door een collega-soldaat. Dus er waren in ieder geval systemen waarop die brieven. Er, er was ook een postsysteem, maar deze werd dan door een collega-soldaat naar moeder en broer en zus gestuurd. En deze arme, ja, voor deze arme Polion was dit niet echt de oplossing voor het probleem, want blijkbaar kreeg hij geen brieven terug. Maar dat hele brieven schrijven, dus het advies: brieven schrijven om contact te hebben. ontzettend ontwikkeld in het oude Rome. En dat is voor de historici ook heel fijn, want we hebben heel veel van die brieven over. Dus van. Mensen als Plinius en van Cicero en van Ovidius, die verbannen was. Hè? Rijke man die iets gedaan heeft wat de keizer niet wilde. Niet gedood, maar wel verbannen naar de Zwarte Zee. Verschrikkelijk, verschrikkelijk nee. voor hem. Ja, erg hè. Nou, die brieven vol naar zijn familie en vrienden over hoe verschrikkelijk het is. en dat hij liever naar Rome wil en dat het daar koud is in de winter. Dus brieven is één manier. De andere manier is mensen meenemen. Dus we weten bijvoorbeeld van de muur van Hadrianus. Dus aan de grens van Schotland zitten we helemaal aan de andere kant van het Romeinse Rijk. Daar is een fort Vindolanda. En daar hebben we allemaal houten schrijftabletten van teruggevonden. Die zijn heel erg leuk. En daar hebben we bijvoorbeeld... En waarom schreven ze daarop hout even tussendoor? Ja, dat, in plaats van uh, papyrus? Nou ja, papyrus is, is relatief kostbaar en, okay. en moeilijk. En die houten schrijftabletten, ja, grotendeels worden die op een gegeven moment gedumpt. Die zijn dan ook in latrines weer teruggevonden. Ja, ze zijn he hele, hele leuke teksten. En daar hebben we bijvoorbeeld... Een brief van uh, Sopikia Lepidina. Dat is uh, de vrouw van de commandant van dat fort. Die een vriendin van haar uitnodigt voor een verjaardagsfeestje op locatie. Dat betekent dus dat die vrouw mee was. En we weten dat in ieder geval veel vrouwen mee reisden. Vrouwen reisden ook zonder hun mannen. Ze schreven dan ook weer brieven. Dus dat brieven schrijven en mensen met elkaar meenemen. Dat zijn de manieren om uh, te zorgen dat je die afstand weet te overbruggen... Uh, Romeinen deden niet aan e-mail en social media, nee, dus... Ja, dus wat dat betreft, ik, maar, maar schrijf is brieven. Mensen vinden het hartstikke fijn, dus dat is de, ja, de, de Romeinse beter, oplossing. We zullen het zien. Vergeet FaceTime, vergeet WhatsApp, Brie brieven. brieven schrijven en mensen meenemen. Nou, heb jij nou ook een probleem waar je een Romeinse oplossing voor wil? Nou, jij luistert naar ons, maar wij luisteren dus ook naar jou en zoeken dan een oplossing. Schrijf je probleem in het formulier als je via Spotify luistert onder deze uitzending. En luister je via een andere app naar deze podcast? Klik dan op de link in de beschrijving. En over twee weken zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over voedsel: voedsel, voedsel. supermarkten, markten, voedselvoorzieningsproblemen, hongersnood. Waar haalden ze hun eten vandaan überhaupt, die Romeinen? Nou, overal en nergens. En ondertussen kan jij gewoon luisteren naar een van die andere 16 afleveringen. Maar je hebt ze vast nog niet allemaal gehoord namelijk. Bijvoorbeeld die ene over uh, hooligans. Werden die gestraft? Hooligans, die uh, deelden in ieder geval flinke klappen uit. Nou, tot over twee weken. Tot dan.